kreeg vorige week een nederlaag te verwerken in en tegen FC Dordrecht. De ploeg van trainer François Gesthuizen ging met 2-0 onderuit. Is dat reden om in de aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles extra te trainen? Jazeker, maar dat doen we altijd. Als je kijkt naar de wedstrijd van Dordrecht, hebben we deze week vooral aandacht besteed aan het proberen te creëren van kansen. Het is natuurlijk altijd training. Dus we hebben vooral deze week gericht op het laatste gedeelte richting de goal. Nou, uiteindelijk ben je ook afhankelijk van hoe tegenstander speelt. Als je kijkt naar Dordrecht spelen met veel verdedigers, met 5 verdedigers, hebben we dat niet goed gedaan, weinig gecreëerd. Ja, Go Ahead is weer een andere wedstrijd en hopelijk kunnen we dat nu wel creëren. Ja, want Go Ahead is natuurlijk een ploeg die zelf ook aanvalt, veel goals scoort, veel goals tegen krijgt ook. Is dat voor jullie goed? Een beetje hetzelfde als ons, 13 voor, 13 tegen hebben ze. Zij spelen denk ik toch wat meer vanuit de omschakeling, ze hebben wat snelle jongens voorop. Ja, of dat goed is, zal morgen uitwijzen. Hè. Kijk, wat we willen is eigenlijk een beetje hetzelfde als tegen de Graafschap. En ook tegen Dordrecht, veel de bal hebben, alleen wat meer creëren. Ja, en uiteindelijk die wedstrijd winnen. Dus het ligt eraan hoe Go Ahead hier komt en welke intenties. Maar het is altijd makkelijker, dus aanhalingstekens, om tegen een ploeg te voetballen die wat opener speelt dan een ploeg die echt de bus parkeert, laat ik het zo zeggen. Alleen ja, aan ons dan wel om dat te slechter dan die muur. Ja, maar je zegt ze spelen wel van de omschakeling. Dus dat zou wel betekenen dat jullie een beetje het spel moeten maken. Nou, ik weet niet of dat moet. Hè. Wij hopen ook dat het een beetje natuurlijk gaat. Dat we een overwicht hebben, dat we aan de bal beter zijn. Dat hopen we op, hè, want anders moet je alleen maar verdedigen. En dan zouden we alleen moeten counteren. We hebben natuurlijk ook snelle spitsen. Dus het kan ook best zijn dat we eens momenten hebben in een wedstrijd waarin we bewust of onbewust wat terugzakken. Maar gebruik maken van onze snelheid. Maar wat we wel willen is wel proberen om aan de bal dominant te zijn. Eigenlijk net zoals tegen Dordrecht de eerste half uur. Alleen dan ook wat meer te creëren en uiteindelijk de goals maken. Dus dat zou het mooiste scenario zijn. Jij bent er in de rust tegen Den Bosch ingekomen. Ze zien niet meer eruit te gaan. Dat moet lekker zijn voor jou. Aan de andere kant nog niet de beste resultaten. Dus gemengde gevoelens denk ik. Ja, klopt. Voor mezelf wel lekker natuurlijk dat ik in de ploeg ben gekomen. Maar uiteindelijk hoop je toch wel dat je met de winst het veld afgaat, elke wedstrijd. En dat is nog niet gelukt helaas. Dus ik hoop dat het morgen wel van toepassing is. Wat waren vooraf jouw verwachtingen voor dit seizoen, voor jezelf persoonlijk? Voor dit jaar? Ja, dat ik gewoon eigenlijk het hele jaar basisspeler zou zijn. Dat was in het begin niet het geval. Ook weer door een lichte blessure in voorbereiding. Dus, maar nu ben ik fit en dat wil ik graag vasthouden. En ik hoop dat ik gewoon dit seizoen blijf staan. Ben je iemand die gauw geblesseerd raakt? Of is dat nu een fase waarin je zit die hopelijk achter je zit? Ja, ik hoop dat het achter me ligt. Iedereen heeft natuurlijk wel last van blessures. Vorig jaar had ik wel wat pech. Dus ik hoop dat het nu achter me ligt en dat ik gewoon een blessurevrije seizoen in kan gaan. Dan naar Go Ahead thuis. Mooi potje. Een ploeg die veel scoort, ook veel tegengoals krijgt. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik verwacht dat het dan een goed potje wordt. Een mooie ploeg. Goede aanvallers, veel snelheid. Dus we moeten waken voor de omschakeling. En we moeten gewoon zelf goed aan de bal zijn. Wat bijvoorbeeld tegen Dordrecht niet heel goed was. Dus we moeten met name naar onszelf kijken natuurlijk en ons niveau halen en dan wordt het een mooi potje. Met de hulp van de fanatieke aanhang moet het toch lukken om de 3 punten in Nijmegen te houden. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begint vrijdagavond om 8 uur in het Goffertstadion.